Deze presentatie maakt deel uit van het digitale handboek Collectie Risicomanagement van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We kunnen de risicogrootte bepalen door te kijken naar de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt en het gevolg van die gebeurtenis. Eenvoudig gezegd door te bepalen hoe snel we een verandering verwachten en hoe erg die verandering zal zijn. Voor de hoe snel hebben we de A-score en de hoe erg splitsen we in twee delen. Eerst vragen we onszelf af hoe groot is het waardeverlies voor ieder getroffen object of onderdeel. Dat is de B-score. En vervolgens vragen we ons af hoe groot is de bijdrage van het getroffen object of onderdeel aan de totale waarde van de collectie of het erfgoed waar we naar kijken. Dat is de C-score. Deze presentatie gaat in op de B-score, het waardeverlies per object of onderdeel. Wanneer hebben we te maken met een waardeverlies? Daarvoor moeten we ons het volgende afvragen. Als er een verandering optreedt, worden dan de karakterbepalende of waardebepalende eigenschappen aangetast? En verandert daardoor dan de waarde en hoe? Dit is een tomaat. En als je de tomaat lang genoeg laat liggen, dan ondergaat die een verandering. Een materiële verandering en ook een verandering van smaak. Ik heb de tomaat gekocht omdat ik er voldoende waarde aan hechtte om er de vraagprijs voor te betalen. Maar na een bepaalde mate van rotten heeft hij die waarde verloren en gooi ik hem in de vuilnisemmer. De tomaat is een vrucht, volgens sommigen een groente, die wordt gewaardeerd om zijn glanzende rode kleur, zijn stevige huid, zijn sappige vruchtvlees en zijn zoete smaak. De criteria die we gebruiken om de waarde te bepalen zijn uiterlijk, textuur en smaak. Als de tomaat die eigenschappen verliest, voldoet hij niet meer aan de criteria en verliest hij zijn waarde. Tot op het punt dat we hem weggooien of gebruiken in het tomatenfestival. Als we teruggaan naar onze rottende tomaat, dan kunnen we het waardeverlies in de tijd bekijken. We trekken een tijdsas en een waardeas. En op die waardeas kunnen we aangeven wat het startpunt is, waar de tomaat 100% van zijn waarde heeft en waar die al zijn waarde verloren is of 0% over heeft. We kunnen dan een curve trekken die laat zien hoe de waarde van de tomaat afneemt in de loop van de tijd. Hoe bepalen anderen waardeverlies? Bij een ongevallenverzekering die het risico van lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval dekt, is er een contractuele overeenkomst waarin is vastgelegd welk bedrag de verzekeringsmaatschappij uitkeert in het geval iemand een vinger, hand, arm, beide armen of het leven verliest. Aan ieder lichaamsdeel wordt een percentage van het maximaal uit te keren bedrag toegekend. Op die manier wordt de waarde van lichaamsdelen vertaald in een monetaire waarde die kan worden uitgekeerd of de verzekering kan de kosten dekken van een operatie die de functionaliteit herstelt. Objecten, collecties en gebouwen kunnen ook worden verzekerd. Op basis van hun fictieve financiële waarde kan een verzekeringsmaatschappij kosten voor vervanging of herstel vergoeden. Het uitdrukken van een verandering of schade in termen van verlies van culturele waarde is wat minder gebruikelijk. Eerst moet je weten waarom we culturele waarde toekennen aan een object of collectie. Het moet aan bepaalde criteria voldoen, zoals bij de uitleg over waardering is beschreven. Je moet de waarde onder woorden kunnen brengen in een beschrijving van betekenis. Dat is namelijk het uitgangspunt voor iedere bepaling van waardeverlies. We moeten ook begrijpen wat de karakterbepalende of identiteitsbepalende eigenschappen van het object zijn. Vervolgens kunnen we overwegen of een bepaalde verandering deze eigenschappen aantast en of dat dan een waardeverlies betekent. Ten slotte kunnen we proberen
dat waardeverlies uit te drukken in een getal of het te kwantificeren. We hebben dit gedaan in een experiment met een groep collega's van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Volkenkunde en het Sieboldhuis in Leiden voor Japanse prenten waarvan werd verwacht dat ze zouden verbleken als gevolg van de tentoonstellingsverlichting. Het experiment is uitgebreid beschreven in de IIC-publicatie, maar ik zal hier een korte samenvatting geven van wat we hebben gedaan. We stelden een testpanel samen van conservatoren, restauratoren en conserveringsonderzoekers en zij kregen steeds twee prenten te zien. Links de originele prent en rechts een gemanipuleerde, verbleekte prent. En ze moesten steeds antwoord geven op de vraag of ze een verschil tussen de twee prenten konden zien en zo ja, wat dat verschil dan was. Met de beschrijving van betekenis als uitgangspunt en het gegeven dat de originele prent 100% waarde had, moesten ze vervolgens bepalen hoeveel waarde ze aan elk van de verbleekte versies van de prent toekenden. Hun antwoorden zijn verzameld in een groepsgrafiek die laat zien hoeveel waarde elk van de gemanipuleerde prenten nog over had. De donkerblauwe vierkantjes geven het gemiddelde van de groep, de lichtblauwe lijnen geven aan hoeveel de meningen uiteenliepen. Algemeen kun je concluderen dat hoe meer de prenten verbleken, hoe minder waarde ze overhouden of hoe groter het waardeverlies was. Het valt echter ook op dat sommige mensen een kleine mate van verbleking in het rood of blauw helemaal niet zagen. Terwijl verbleking van het rood over het algemeen als een groter waardeverlies werd gezien dan een vergelijkbare verbleking van het blauw. Verbleking van alle kleuren tegelijkertijd viel wel op en werd ook meteen als een vrij groot verlies gezien, vooral door de conservator van de collectie. De prenten zijn namelijk ooit verzameld direct van de drukker en verkeren nog in perfecte conditie. Ze zijn het voorbeeld van hoe prenten werden gedrukt en hoe ze eruit horen te zien. Daarmee hebben ze een hoge documentatie- en referentiewaarde. Voor de conservator is een verbleking al snel een verlies van waarde en zeker een grotere verbleking is bijna een totaal verlies van waarde, terwijl anderen nog waarde hechten aan de afbeelding. Om waardeverlies te bepalen moet je dus allereerst een goed begrip van het erfgoed hebben. Je moet onder woorden kunnen brengen waarom we waarde hechten aan het erfgoed en wel op zo'n manier dat je een verandering kunt uitdrukken in een waardeverlies. Dat vereist inzicht in de karakterbepalende eigenschappen en de invloed van een verandering op die eigenschappen. Dan kan aan de verandering een waardeverlies worden gekoppeld. Als echter tijdens het uitwerken van het scenario blijkt dat het inzicht nog onvoldoende is om een B-score toe te kennen, dan zal je een stapje terug moeten om de waardering verder uit te werken.